En de vrouwenorganisatie Purple Movement heeft vanmorgen in samenwerking met Stichting Smart een minibeurs georganiseerd. Ze deden dit in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw, vandaag. Het evenement Creatieve Vrouwen in de Productie is een van de doelstellingen van Purple Movement. Voorzitter Harriet Bolasing-Helstone zegt dat de organisatie bezig is met vrouwenwerk. Maar we zijn ook een manvriendelijke organisatie, benadrukt zij. Stel zoveel als mogelijk vragen. Probeer het klein ondernemerschap te waarderen. We moeten onze eigen producten prioriteit geven boven andere producten. En natuurlijk moeten we dan bekijken met z'n allen, als we via het ministerie van Handel en Industrie, al is het 2 containers, dan 4 containers, dan 10 containers, verschepen naar het buitenland, zodat het een behoorlijke bron van inkomsten wordt. De parlementariër Naomi Samidin heeft bewondering voor de vrouwelijke ondernemers. Volgens haar is de vrouw met haar krachtige wil zo ver gekomen, ondanks alle obstakels en tegenslagen. Minister Suresh Algu van LVV, die ook aanwezig was op de midibeurs, zegt dat de Surinaamse vrouw toont wat ze allemaal kan en daar mag een ieder trots op zijn. Die innerlijke motivatie zouden we het niet halen. Zonder die power van een heleboel andere dingen van wie we denken of waarvan we denken dat die er niet zijn, zouden we het niet halen. Ik vind het daarom geweldig dat Purple Movement dit initiatief heeft genomen. Laat deze movement voort blijven gaan. Het is een powerful movement en laat die powerful movement ook overal te zien zijn. Wanneer we een vergelijking mogen maken, niet tegen de mannen, maar de mannen meestal zijn reproductie, gewoon afgelopen. Maar wanneer je kijkt naar het fijnwerk, we hebben gezien dat de Surinaamse vrouwen vaak daarmee bezig worden. Wanneer u kijkt naar cassave, is het wel makkelijk om te planten, oogsten. Maar verder de verwerking daarvan, dan zien wij dat de Surinaamse vrouwen daarin zitten. Wanneer we kijken naar de verder verwerking van cassave, dan zie je pap, die kokori bekend, brood, kroket, bojo, noem maar op, x aantal producten. Maar daarnaast ook in andere sectoren. Minister Suresh Algu en daarvoor parlementariër Naomi Samidin vanmorgen tijdens de opening van een minibeurs. Deze is vanmorgen in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw, georganiseerd door de vrouwenorganisatie Purple Movement in samenwerking met Stichting Smart en is gehouden in de congreszaal.